Maar je ziet het voor je, als je gewoon een dikke boswandeling hebt gemaakt. En dit staat dan op het menu 's avonds. Heerlijk. Ja, ik zie het helemaal voor me. Dit is echt herfst, toch? Ja, precies. Hi, ik ben Manon. En zoals je al kunt verwachten, vandaag gaan we weer lekker koken. Deze keer met de Opti-grills van Tefal en met chef Marcel. Nou, inderdaad. Mijn naam is Marcel, chef bij Tefal. En als ik daar niet ben, kun je mij in mijn kookstudio vinden. En ik heb een gaaf menu bedacht. Herfst. Dan hoort er hertenbiefstuk bij. We gaan met kabeljauw aan de slag in het voorgerecht. Oh. En het nagerecht is waanzinnig. Hou je van wafels? Ja. Hou je van ijs? Ja. Bosvruchten? Ja. Dat gaan we dus maken. Oh. En daar beginnen we ook mee. Superlekker. Het zou super gaaf zijn als je gaat helpen. Dat we het gewoon lekker samen gaan doen. Daarvoor ben ik hier vandaag. Yes. Ik ben je assistent. Zet me lekker aan het werk. Nou, is goed. Wil jij met de appels beginnen? Ja. Dan ga ik het beslag afmaken. Kan het in de koelkast, zodat die op kan stijven. Dat we een mooi krokant bakresultaat krijgen als die straks in het wafelijzer gaat. Oké, okay, top. Wat moet ik doen met de appels? 4 appels, schillen en raspen. Oh, dat heb je vaker gedaan, of niet? Dat heb ik zeker vaak. Ja, dat ziet er goed uit inderdaad. Ja, dit moeten we even goed door elkaar roeren. Rustig aan, anders zit de bloem overal, maar niet in de kom. Dat zie je al. De melk erbij. Wordt een beetje een dik beslag. En waarom moet die goed koud worden van tevoren? Nou, als dat beslag koud is, dan schrikt het eigenlijk als het straks op die warme bakplaten komt. Of wafelijzervorm. En dan krijg je een heel krokant bakresultaat. Oh. Plus dat alle smaken goed in elkaar kunnen trekken. Nou, boter gaat erbij. Dat heb ik al even gesmolten. Rustig gaan we doorheen mengen. Kijk, moet je zien. Het is gewoon prima beslagje zo. Lekker stevig. Ja. Straks die appels erdoor. Dit is al een hele fijne rasper, moet je kijken. Ja, dat is inderdaad een hele fijne as. Nou, dat is niet erg. Dat is niet erg. Gaat de smaak van die appel er goed in ieder geval. Allright, nou, dit moet hem zijn of niet, Manon? Wat denk jij? Ja, lekker. Ik ben echt super benieuwd. Ja, anders ik wel. Ja, ik ga hem in de koelkast zetten en dan kunnen we hem gewoon lekker laten opstijven. En dan gaan we verder met het voorgerecht. Of verder, daar gaan we dan mee beginnen. Voorgerecht, kabeljauw, wat ik al zei. We hebben broodcroutons, we gaan Little Jam grillen, we gaan asperges grillen. En daarna gaan we de bak overgebruiken om de kabeljauw in te garen. Nice. Kijk, als jij dan mooie blokjes van het brood gaat snijden. Ja. En die mengt met wat olie, peper en zout. Ga ik met de sla en de asperges aan de slag. 2 kropjes doormidden. En dan ga ik ze grillen op de Opti-grill. En dat doe ik niet met gesloten deksel. Maar voordat ik er überhaupt mee begin, ga ik hem eerst voorverwarmen. Er zijn verschillende menu's en ik kies nu voor het handmatig menu, waardoor ik zelf de temperatuur kan bepalen. Stel hem in, druk op oké. En als hij heet genoeg is, hoor ik een geluidje en dan kan ik gaan grillen. Hey Manon, de Opti-grill is aan het voorverwarmen. Ik ga de asperges doen. En jij mengt die met een beetje olie, peperzout. Olie, peperzout. Mag best royaal, dan kan ik lekker krokant bakken, toch? Lekker veel olie. Yes. Oké. Okay. Kijk, die asperges zijn lekker aan het marineren in de olie. Beetje peper, beetje zout. Niet te veel, want het gaat de olie misschien verbranden. Maar net even om een mooi geel effect te krijgen. En Manon, hoe is het bij jou? Ja, goed. Wat denk je ervan? Ja, dat lijkt me helemaal top. Zijn ze mooie brunoise? Ja, ik zou het niet veel beter kunnen doen. Ah. Maar ja, met jouw Franse afkomst kan het natuurlijk ook niet anders, hè, wat dat betreft. Alright. Ja, de Opti-grill is heet en we gaan grillen. En dit is dus de Opti-grill Plus XL. Zoals je ziet, hij is lekker groot. Hij is 40 centimeter breed. Je hebt hem ook gewoon, dus de Opti-grill Plus. Die is 30 centimeter breed. We gebruiken nu de handmatige stand. Die heeft 4 verschillende temperatuurstanden, maar je hebt ook 9 automatische standen. Voor bijvoorbeeld vlees, vis, groenten, kip, van alles zit erop. Dus ja, dat is heel erg relaxed, werkt lekker makkelijk. Maar nu de handmatige stand. Ja, toch? Klopt. Plus dat ik de deksel niet dicht doe, want ik wil namelijk dat die kropjes, die Little Jam kropjes, niet helemaal plat gedrukt gaan worden. Ja. Ja, wat vind jij? Perfect. Dat is top, toch? Ja. Kijk, huppakee. Lekker. Ja, die zijn het ruikt gelijk ook wel lekker. Ja, het is ook gewoon super gezond, hè? Ja. Je denkt natuurlijk bij grillen meteen aan vlees, maar dat kan ook heel makkelijk met allerlei groentes. Gaan we hem dicht, of ga je eerst de asperges maar meteen erop leggen en dan doe ik hem dicht en dan gaan we die ook lekker grillen. Hij gaat erop, dicht. En af en toe kijk ik even of ze al goed zijn. Want er zit geen stand op qua timer of wat dan ook. Het is gewoon puur kijken. Dus je zelf denkt, yes, dit vind ik gaaf. Ze moeten ook niet te lang, toch, asperges? Nee, dan worden ze taai. Dan worden ze echt van alle vocht eruit. Dan worden ze heel taai. Ja, lekker een beetje knapperig blijven. Precies, dus we gaan er straks gewoon eentje proeven. Dat vind ik altijd een goed idee. Precies. Hou jij ze in de gaten. En dan ga ik verder met een olie maken waar we straks de kabeljauw mee kunnen marineren. Ja, die zien er top uit, of niet, Manon? Ja, lekker. Daar wil je even proeven, of niet? Of ze ook goed gaar zijn? Ik wil zeker proeven. Ik zou zeggen, ga je gang. Kijk. Oh, heel lekker. Ja, we zijn zover dat we kabeljauw kunnen gaan garen. Dat doen we niet op de grillfunctie zelf.
Dan gaan we met de bakoven aan de slag. Ja. Pak hem er eens bij, Manon. Dat is deze. Ja, het leuke is dus dat je voor de Opti-grills ook allemaal accessoires hebt die je erbij kunt kopen. Zoals dit oventje en straks ook het wafelijzer dat we gaan gebruiken. En dat is wel nice, want zo kun je je apparaat wat je in huis haalt eigenlijk voor veel meer dingen gebruiken. Oké, okay, deze zijn een beetje afgekoeld, dus ik zeg we gaan het ovenaccessoire erop zetten. Precies. Die moet voorverwarmen. Ja, ik haal de grillplaat eruit. Dat is vrij eenvoudig door gewoon hier het knopje in te drukken en dan til je hem zo eruit. En wat wel fijn is, die zijn dus ook allebei vaatwasserbestendig. Dus dat is lekker makkelijk schoonmaken. Zo. En dan gaan we deze aanzetten op de manuele stand. Hier zo. En dan kunnen we hier de temperatuur wijzigen. Zoals je ziet, zie je hier de vier standen. En we zetten hem op oranje. Terwijl de oven aan het voorverwarmen is, gaan wij verder met de avocado crème. Yes. Doe jij die avocado, dan ga ik met smaakmakers aan de slag. Wissel even van kant. Ja, is goed. Ik heb hier voor jou de knoflook. Als jij de rest erbij doet, in de koelkast staat de yoghurt, dan ga ik de vis regelen, want ik hoor dat die klaar is. Ik heb hier dan ook de kabeljauw. Draai ze om, want het zit nog fel aan. En dat doe ik bewust, dat het lekker krokant kan bakken. Ondertussen ga ik de kabeljauw insmeren met een mengsel van tijm, olie, peper, zout en ook weer een teentje knoflook. Oké, nou, de vis met de velkant naar beneden in de oven. 10 minuten, timer zetten. Citroensap. Oh, even zo. Even nog één keer erdoor roeren en dan klaar om te proeven. Ik zeg niks meer aan doen. Top. Niks meer aan doen. Top. Right, nou, vis staat in de oven. Daar moet je even omkijken naar. Maar omdat die oven lekker groot is, kan ik ook tegelijkertijd al de croutons van Manon gaan grillen. Dus we gaan heel even open doen. Er zijn een paar scheppen van de croutons erin. En die bakken we lekker krokant. Kan ook in de koekenpan. Ja, als die oven er toch al is, dan zou ik lekker voor deze manier kiezen. Heerlijk. En vlug weer dicht. De eerste 10 minuten zijn voorbij. Dus tijd voor het citroensap en een lekkere scheut met wijn. Yes. Oh, die croutons zien er ook al goed uit. Ja, die mogen er wel uit. Dat gaan we eerst even doen. Kijk, oh, die zien er echt knapperig uit. Vervolgens wat citroensap op de vis en een flinke scheut wijn. Als het aan mij de eer. Jazeker. En voor de kleur hebben we ook nog wat trostomaatjes. En die doen we ook nog even in het oventje erbij. Oh, en dat jullie dit zouden kunnen ruiken? Ruikt echt niet wijn. Ja, heeft zo'n lekkere geur altijd. Oké, ik denk nog een minuutje of vijf en dan gaan we het bord opmaken. Yes. Manon, volgens mij is het zover. Kabeljauw is klaar. Ik heb nog even de asperges en de little jam teruggelegd in de oven, dat hij wat warmte krijgen. Ja. En ik stel voor dat we gewoon een mooi bord gaan opmaken. Zullen we gaan proeven, Manon? Ja. Gaat ie. Heel erg lekker. Heeft goed gedaan, of niet? Mm-hmm. Manon, het hoofdgerecht. Lekker. Wat denk je? Hertenbiefstuk. Precies. Sali. Parmam. Yeah, dat gaan we in elkaar tot een mooi pakketje maken. Lekker. Op de Opti-grill. Daarbij gekarameliseerde uitjes. Oh. Aardappeltjes grillen. En een lekkere lobbige puree van pompoen. Oh, daar hou ik van. Ja, dit wordt echt helemaal top gewoon. Lekker. Dus, maar eerst meer over de Opti-grill. Ja, want we hebben een switch gemaakt van de Opti-grill. We hebben de Opti-grill Plus XL aan de kant geschoven voor nu. En we hebben de Elite neergezet. Je hebt dus, deze is een maatje kleiner zoals je ziet. Hij is 30 centimeter breed. Je hebt ook de Opti-grill Elite XL. Die is even groot als de vorige die je zag. En deze heeft wat meer opties. Ik zet hem even aan. Zoals je ziet, hij heeft een ontdooifunctie en een dichtschroeifunctie. De dichtschroeifunctie zit alleen op de Elite en de Elite XL. En de ontdooifunctie zit op alle Opti-grills die we vandaag hebben gebruikt. Hier zitten 12 automatische programma's op en op de XL 16. En voor nu gaan we de aardappelstand gebruiken. Daar gaan we de aardappeltjes mee maken en de pompoen. Wat wel even belangrijk is, zoals je ziet, er zijn mooie gelijke plakken gesneden.
Want er zit namelijk een diktemeter op de OptiGrills, op de Elite, maar ook op de OptiGrill Plus. En dat is fijn, want die geeft dus aan hoe gaar het product is wat je eronder legt. Maar het is wel belangrijk dat ze even dik zijn, want als ze niet even dik zijn, worden ze ook niet even gaar. Oké, de grill is heet, dus ik ga de pompoen erop plaatsen. En eigenlijk maar een minuut of vijf om een mooie grillstreep, wat straks ook smaak geeft in de puree zelf. Want wat ik al zei, ik ga hem daarna lekker koken met wat slagroom en olie. Dus vijf minuutjes, als dat klaar is, kunnen de aardappeltjes dan van jou erop. Lekker! Hoppakee. Nou, ondertussen, terwijl de pompoen aan het garen is, ga ik al met de ui aan de slag. Wil jij anders wat olie in de pan doen? Zeker. Dan gaan we lekker aan de slag. Kijk ik even hoe het met de pompoen is. Die gaan de goede kant op. We zijn er bijna. En het gave van een ui is, als je die langzaam een kwartiertje laat bakken, of niet al te hoog vuur, wordt die uit zichzelf ook wel wat zoeter. Ja. Dus dat scheelt weer met het toevoegen van de andere smaakmakers. De ui karamelliseert zelf ook al. De pompoen is klaar. Er zit een mooie streep op. Dan komt dat op de plank. Dan gaan we ze in kleine blokjes snijden. En dan kunnen ze gekookt gaan worden. Zo, ga ik de aardappeltjes erop doen? Eigenlijk gaan we de pompoen koken alsof het aardappels zijn of andere groenten die je kookt. Dus wat olie in de pan, pompoen erbij, slagroom erbij en dan koken we de pompoen verder gaar. Wat room erbij. Hoor je dat? Fluitje? Ja. Aardappeltjes zijn gaar. Oh, die zien er vet uit. Oh, lekker. Mooie gouden strepen erop. Wat een mooie strepen erop. Ik leg ze even hierin en dan gaan we aan de slag met het vlees. Ja. Aardappels zijn klaar. We gaan hem nu op de vleesstand aanzetten. Kan hij opwarmen en ondertussen ga ik met het hert aan de slag. Hier op oké en dan gaat voorverwarmen. Ja, we gebruiken nu natuurlijk allemaal automatische programma's, maar ook hier zit een handmatige stand op. Net als op de OptiGrill Plus en de Plus XL hebben de Elite en de Elite XL een handmatige stand. Alleen deze is iets uitgebreider. Hier heb je in plaats van vier temperatuurstanden kun je zelf de temperatuur bepalen. Dus je kan zelf een temperatuur kiezen tussen de 120 en 270 graden. Dus heb je iets meer precisie eigenlijk met hoe je je producten wil bakken. Ik heb het hert omwikkeld met parmaham en daartussen zitten allemaal lekkere blaadjes salie en het is zo lekker. Het geeft een beetje een ziltige, vind ik, misschien gek om te zeggen, maar een beetje ziltige smaak. En ja, het is echt een lekker kruid. Precies. En het is ook heel goed voor de spijsvertering. Oh. Aangezien wij ons biefstukje rosé gebakken willen hebben, zorgt die salie er weer voor dat je spijsvertering zeg maar goed op gang blijft. Ik denk dat deze gewoon lekker nu afgeblust kunnen worden met wat suiker en de stroop aceto balsamico. Ja, dan gaat het gewoon lekker karamelliseren. Misschien vergelijkbaar een kleine lepel met die aceto glaze erbij. Kijk, hoe mooi dik die is. We gaan de pompoen blenderen tot een mooie puree. Dop eraf. En dan gaat eerst alle puree in de pan. De room mag er ook gewoon bij, want wat ik al zei, het moet een beetje smeuïg zijn, niet te dik. Ja, lekker. Lobbig. In vaktermen noemen we dat een mousseline. En dan mag je mij meteen weer vergeten. Maar als je het onthoudt, maak je wel meteen indruk bij je vriendjes en vriendinnetjes. Dus wat dat betreft. Oké, daar gaat hij. Nou jongens, hier heb je ook geen omkijken naar. Hè? Dus het is gewoon heel makkelijk om het gewoon te doen. Ja, precies. Ja. Oh, heel lekker. Klaar, hè? Ja, lekker warm. Fluffy. Top. Dus ik doe hem even in een steelpandje. Ik heb daar wat warmte geven. En dan gaan we met het hert aan de slag. De grill is heet, dus de biefstuk kan erop. Yes. En nu komt die diktegraadmeter natuurlijk perfect precies, op af. Precies, want als je nu de klep dicht doet, dan gaat hij automatisch de dikte van het vlees berekenen. Ja. En dan weet hij hoe het garingsproces gaat. En iedere keer geeft hij een geluidje, een signaaltje. En dat is gewoon het niveau van garen. Ja, en het leuke is bij de Elite, zeg maar, het verschil tussen de Elite en de gewone OptiGrill Plus, is dat deze echt een display heeft met een grillassistent die je dus begeleidt. Die geeft ook tekst aan met hoe ver je stukje vlees bijvoorbeeld is. En de OptiGrill Plus heeft ook een grillassistent, maar dat is echt puur met kleur. Dus deze is net iets uitgebreider.
Nou, ik ben tevreden over de garing, dus we gaan hem er vanaf halen. Laat ik hem nog een paar tellen rusten, kan hij even ontspannen. Ja. En dan gaan we hem aansnijden en een bord op maken. Ja, dat kun je heel fancy doen of niet, dat is maar net wat je wil. Oh, wat mooi! Ja, dit is natuurlijk niet zo'n heel vet stukje vlees. Maar als je een heel vet stuk vlees hebt, heb je hier ook het handige opvangbakje voor het vet wat er afdruipt. Dus dat is heel fijn, dan zit je keuken in elk geval ook niet onder. Jongens, moet je zien, hé. Hey. Maar hoe makkelijk was dit, hè? Die perfecte garing? Ja, hier heb je eigenlijk geen omkijken naar, dus wat dat betreft helemaal top. Ja. Proef het maar weer. Heerlijk. En het gave van die mousseline is dat die een beetje lobbig is. Dus eigenlijk gewoon een soort van sausje. Mm-hmm. Ik ga lekker het aardappeltje proeven. En als we dit bordje leeg hebben, zullen we dan gewoon lekker die wafels gaan maken. Haal ik alvast het ijs uit de vriezer. Mm. Zeker. Oh, daar gaan we. Dessert, die wafel. We zitten de hele dag op te wachten. Ja. Ik ga hem invetten. Vertel. Ja, nou, we hebben net de wafelijzers er alvast ingeklikt. Super makkelijk. Klik je dan de eruit. Deze erin. En voorverwarmen van 180 graden. Kijk, even passen en meten hoeveel beslag je erin doet. Het moet natuurlijk niet te veel zijn. Ja. Dan overstroomt de hele handel. En het mooie is dat hier nog een lekbak bij zit. Dat is al voor het vlees fijn als er vocht uitkomt, maar ook nu met het beslag. Oh. Lekker. Ze zijn echt heel erg mooi. En je had het net over die vijgen. Daar kunnen we wel iets leuks mee doen. Let op. Oh. Alleen zo'n plakje vijgen is natuurlijk wel lekker, maar als je die eerst nog een beetje karamelliseert, dan wordt het volgens mij echt gewoon super lekker. Gewoon een lekker krokant laagje met rietsuiker, niet te veel. Op die zo is heet en ik leg hem even zo hier in het midden. Oh. En dan ja. Ja, hoor je? Hoor je? Ja. Dat hoeft maar heel kort natuurlijk, hè. Perfect. Zo mooi. Het wachten waard. Yes. We gaan proeven. Ja, dit is een heel beschaafd hapje. Ik denk dat ik het gewoon zo doe. Gewoon lekker zo uit het vuistje. Mmm. Mm. Lekker. Heel lekker. Mocht je al dit lekkers ook thuis willen maken, je vindt alle recepten in de omschrijving van de video. En mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust in de comments. En dan zien wij je de volgende keer weer. Ciao! Doei!